Welkom Steenbok bij jullie bonus liefdesreading voor de maand oktober 2022. Dit is voor iedereen die Steenbok in zijn zon, maan of ascendant heeft. En het kan en zal niet voor iedere Steenbok resoneren. Dus neem gewoon mee wat resoneert en laat de rest achterwege. Probeer het niet passend te maken als het niet passend is. We gaan beginnen met een aantal orakelkaarten en daarna zal ik een tarotlegging doen. Als het gaat om liefde voor jullie in de maand oktober. Dus universum, welke kaart mogen wij ontvangen voor de steenbok in liefde? Welke boodschappen mogen we ontvangen voor de steenbok? Liefde in oktober 2022. Steenbok. Steenbok in liefde. Graag een helder en duidelijke boodschap voor degene die deze boodschap moet horen. Voor de steenbok bij wie deze reading gaat resoneren. Ja, dank u wel. We hebben één kaart voor jullie steenbok. En dat is... Let op de rode vlaggen. Pay attention to the red flags. De tekenen die je krijgt, of je gevoel, je onderbuikgevoel wellicht, waarschuwt je. Het kan zijn dat je te maken hebt met iemand of iemand leert kennen in de maand oktober. Waarbij je een gevoel hebt, er klopt iets niet. Dus ja, neem dit mee. Let hierop. Wat nog meer voor steenbok? Wat mogen wij nog meer ontvangen voor steenbok in de maand oktober als het gaat om liefde? Steenbok, universum. Ja. Het kan dus echt te maken hebben met iemand die je gaat leren kennen of die je onlangs hebt leren kennen. We hebben hier honeymoon, huwelijksreis, maar dit kan natuurlijk, hoeft niet een huwelijksreis te zijn. Het is inderdaad, het gaat over tijd samen doorbrengen en hiervan genieten. Genieten van een vakantieperiode samen. Dus het kan zijn dat je iemand leert kennen bijvoorbeeld in de herfstvakantie, de laatste week van oktober. Tenminste, in dit deel van het land is het de laatste week van oktober. Het kan bij jullie midden oktober zijn. Dat je iemand gaat leren kennen en inderdaad gaat genieten van een tijd samen. Het kan zijn dat je onlangs iemand hebt leren kennen en samen op vakantie gaan in de maand oktober. Maar we hebben hier wel die rode vlaggen. Als derde boodschap hebben we make the effort. Een grote liefde is het waard om de stappen te zetten. Dus ja, neem dit mee. We hebben onder op het dek financiën en carrière, steenbok. Financiële issues spelen op dit moment een rol in je liefdesleven. Dus kijk hoe dit resoneert met jullie situatie. We gaan kijken wat het Island Time Wellness Deck heeft. Maar je eigen financiële situatie of wellicht de financiële situatie van degene waar het hier om gaat. Degene waar je een connectie mee hebt kan misschien een rol spelen. Wat mogen we nog meer ontvangen voor steenbok in liefde? Steenbok in liefde. Nou, we hebben 5 kaarten. We hebben praten, talking, elkaar leren kennen, meer praten, gesprekken hebben met iemand, een boodschap waar je misschien op wacht gaat binnenkomen. Dit kan een bericht zijn, een telefoontje, een e-mail, noem maar op. Dan hebben we de Hands of Cards. Hand of Cards. Een kans nemen, een risico nemen, strategisch zijn, opties hebben. En not showing hand. Dus je laat niet wellicht je ware ik zien. Of ja, je durf je nog niet kwetsbaar op te stellen. Het kan zijn dat je nog dingen achterhoudt. Dit kan ook je gevoel zijn bij de ander. Je hebt het gevoel dat deze persoon misschien dingen achterhoudt. Niet helemaal de waarheid spreekt. Niet helemaal eerlijk is over zijn of haar situatie. Met die rode vlaggen die we hier hebben liggen. Dan hebben we girl talk. Dus dit kan ook zijn inderdaad dat je dit gaat bespreken met je vrienden.
Dit heeft te maken met moving on, verder gaan in het leven, single zijn, leven in het moment en plezier maken. En dit kan ook het geval zijn. Het kan ook zijn dat je inderdaad plezier gaat maken in de maand oktober met je vrienden. Over en weer berichten. Dat je de situatie, of in ieder geval dit met je vrienden gaat bespreken. Dat je iemand bent tegengekomen waar je twijfels hebt. En dan hebben we een gouden spiegel. Self-absorbed, dus iemand die inderdaad gericht is op zichzelf. Narcissist, dus het kan zijn dat je het gevoel hebt deze persoon is nogal egoïstisch. Alleen maar met zichzelf bezig. Heeft narcissistische trekjes. Je hebt het gevoel dat de connectie, dat alles vanuit jou komt. Dat jij degene bent die misschien als eerste contact elke keer opneemt. En dat er vanuit deze persoon niet heel veel komt. En dan hebben we lovebombing. Ja, dat is iemand die je inderdaad overstelpt met mooie woorden. En de ene dag, je overstelpt met mooie woorden, verliefdheid. En de volgende dag hoor je niks van deze persoon bijvoorbeeld. Dus kijk hoe het resoneert. We hebben hier ook nog the girl with a snake. De dame met een slang. Een empathisch iemand of een narcistisch. Dus tegengestelde energieën. Een empaat is in ieder geval iemand die heel goed kan invoelen, aanvoelen. Meevoelen met de ander. En narcistische trekjes, dat is weer gericht op zelf. En dat hebben we hier, hè. Lovebombing, de ene dag inderdaad liefde uiten. En de volgende dag compleet tegenovergesteld. En we hebben hier gecharmeerd worden of gebruikt worden. Ik heb het gevoel dat je iemand tegen gaat komen waar je inderdaad sterke twijfels over hebt. Of al hebt leren kennen. En het is belangrijk om grenzen te stellen met deze persoon. Je kunt misschien het gevoel hebben dat deze persoon uit is op jouw je bent misschien financieel, sta je er heel goed op, heel mooi voor. Deze persoon misschien niet. Dus je hebt misschien het gevoel dat deze persoon je wil gebruiken inderdaad om mee te liften op jouw succes. Of inderdaad gebruik te maken van je goedheid. Misschien jouw dingen wil laten betalen. Dus kijk hoe het resoneert. Kan alle kanten op. We gaan de aartsengelen power tarot erbij nemen. Steenbok. Om te kijken hoe en wat. Onder op het dek van de Island Time Wellness lag de kaart Soulmate, zag ik. Een zielsconnectie. Partnerschap. En een zielscontract. Dus wie weet is de persoon een soulmate. Een soulmate hoeft niet per se een liefdesrelatie te zijn. Dit kan ook een connectie zijn. Maar dit kan inderdaad iemand zijn waar je een les van hebt geleerd of gaat leren. Iemand die in je leven komt inderdaad om je een bepaalde les te leren. Die je mee kunt nemen naar de toekomst. Universum. Krijg een heldere, duidelijke boodschap als het gaat om liefde. Voor de steenbok. In oktober 2022. Kelke 3. Hele mooie energie. Samenkomen met vrienden, met familie. Een reden om iets te vieren. Dit kan ook een uitnodiging zijn om inderdaad af te spreken met deze persoon. We hebben hier berichten die binnenkomen. Dus je kunt inderdaad bericht ontvangen. Of inderdaad op date gaan met deze persoon. Face-to-face elkaar ontmoeten. Dit kunnen mooie berichten zijn, goede berichten, aankondigingen als het gaat om relaties of kinderen. Maar dit is een positieve, harmonieuze, vreugdevolle energie. Een hele mooie kaart. Wat mogen we nog meer ontvangen voor Steenbok als het gaat om liefde in oktober 2022? Oktober 2022. Pentakels 8. En de staven 7. Pentakels 8 is inderdaad werken aan je financiën, kan het zijn. We hebben hier financiën en carrière spelen een belangrijke rol. Dus je bent misschien in de afgelopen periode heel hard aan het werken geweest om financieel weer stabiliteit voor jezelf te creëren.
Daar kan ook goed nieuws over binnenkomen. Kan zijn dat je nog een opleiding wilt gaan volgen of gaat volgen in de maand oktober. Om inderdaad beter te worden in datgene wat je doet. Maar dit kan ook zijn werken aan een relatie. Dus tijd en energie investeren in die connectie. En die investering bestaat eruit dat je inderdaad tijd gaat maken om met deze persoon af te spreken. Elkaar beter te leren kennen. En dan hebben we de staven 7. Staan voor waar je in gelooft. Zelfvertrouwen hebben. En inderdaad in je persoonlijke kracht staan. Maar deze kaart die heeft ook iets van jezelf verdedigen. Dus misschien heb je het gevoel inderdaad dat er iets niet helemaal klopt. Dat je jezelf moet verdedigen ten aanzien van deze persoon. We zullen het dadelijk zien onder op het dek. Pentakels 3. Samenwerken. Samen aan een gezamenlijk doel werken. Maar dit heeft ook weer, kan ook weer daadwerkelijk met het werken aan je carrière, meer financiële stabiliteit doen, persoonlijke groei in je carrière. Iets waar je je artistiek mee bezig bent, je creativiteit in kwijt kan. Maar dit heeft ook te maken, zoals ik zei, het werken in teamverband, samenwerken aan een relatie. Dus we gaan het verklaren. Dit heeft ook te maken met erkenning krijgen, inderdaad, van de ander. Waarom ligt hier de Pentakels 3 voor Steenbok Universum? De Pentakels 3 voor Steenbok. Pentakels 3. Ik heb het gevoel dat jullie nogal afstandelijk gaan zijn. Je geeft jezelf inderdaad niet helemaal bloot naar deze persoon. Je zult niet meteen je kwetsbaar opstellen. We hebben hier die hand met kaarten. Je laat je niet in je hand kijken. Omdat je een gevoel hebt dat er iets niet klopt. Waarom ligt hier de Pentakels 3? Van Steenbok. Pentakels 3. Pentakels 3. Pentakels 3. Staven 10. Een situatie die je last met zich meebrengt, een druk op je schouders, stress. En dit is een situatie die al een tijdje voortduurt en het kan te maken hebben met een bepaalde samenwerking die je hebt met iemand. Het kan te maken hebben met je werk, je hebt heel veel verantwoordelijkheden. Maar de 10 is ook een einde en een nieuw begin. Dus het loslaten van bepaalde verantwoordelijkheden of delen met anderen. Dus het kan zijn dat je te veel op je eigen schouders draagt. En dat je inderdaad nu dingen uit handen gaat geven. Verantwoordelijkheden aan anderen overlaat, delegeert. Waardoor de last voor jou minder wordt. En waardoor je inderdaad ook tijd kan maken voor plezier. En dit kan te maken hebben met je vrienden. Want we hebben hier girl talk. Dus het kan zijn dat je hier met je vrienden over praat. En bepaalde verantwoordelijkheden die je hebt uit handen geeft aan vrienden. Waardoor je kan werken aan deze samenwerking. Waardoor je inderdaad misschien een date kan plannen. Waarom ligt hier de Pentakels 3 nog een kaart? Oeh, de Ridder van Zwaarden. Ongeduldig zijn en we hebben hier de Zwaarden 4. Ja, de Ridder van Zwaarden is iemand inderdaad die niet kan wachten. Iemand die ongeduldig is, iemand die impulsief kan zijn. En dan hebben we die Zwaarden 4, een kaart van herstel, rust nemen, nadenken over een situatie.
Die ridder van zwaarden kan ook staan voor iemand die heel chaotisch is, wat drama kan veroorzaken. En dat heeft te maken, heb ik het gevoel, met die connectie. Je neemt je tijd om hierover na te denken met die zwaarde 4. Je hebt misschien het gevoel dat je te maken hebt met iemand die chaos en drama gaat veroorzaken in je leven. Zwaarde 4 staat ook voor mediteren en een bepaalde ingeving, inzicht te krijgen in de situatie. Door je rust te nemen. Je hebt misschien een moeilijke periode gehad die fysiek zwaar voor je was, maar ook mentaal. Iets wat je echt onrustig maakte. Of stress oplevert inderdaad. En dat kan deze connectie zijn. Waarom ligt hier de kelke 3? Voor sommigen van jullie kan het zijn dat je inderdaad aan het herstellen bent van een bepaalde ziekte. Of ja, je een tijd inderdaad, misschien een burn-out letterlijk. En dat je nu weer inderdaad klaar bent voor iets nieuws met de Pentakels 3, met de Ridder van Zwaarden. Je kunt niet wachten inderdaad om vooruit te gaan. Waarom ligt hier de kelke 3? De kelken 3. Steenbok. Jullie eigen energie. Stier maakt steenbok. Je kunt ook met een ander aardeteken te maken hebben. Koning van pentakels. Zwaarden 3. We hebben hier 3 drieën. En we hebben de koning van pentakels. Dit kan ook een getrouwd iemand zijn. Iemand die succesvol is, stabiel is, financieel stabiel, misschien gericht is heel erg op financiën, wat materialistisch is. Iemand die vooral bezig is inderdaad met zijn carrière, met zijn werk. En het kan zijn dat iemand niet toe is aan een stabiele relatie. We hebben 3 drieën, dus het kan spreken van een derde partij. Een derde partij hoeft niet een andere liefdesinteresse te zijn of een andere partner. Of dit hoeft niet te betekenen vreemdgaan. Het kan ook inderdaad werk, financiën zijn wat inderdaad prioriteit heeft voor deze persoon. We hebben de gehangene. De gehangene trekt zich terug om de situatie vanuit een ander perspectief te zien. En op die manier een inzicht te krijgen. En we hebben hier ook de zwaarde 4, ook iemand die zich terugtrekt. Je hebt misschien het gevoel dat deze persoon een relatie heeft of noem maar op, dat er iets niet klopt. En dat kan te maken hebben met prioriteiten, verantwoordelijkheden ergens anders hebben. Je kijkt je terug, je wacht het af. Je gaat wel tijd doorbrengen, heb ik het gevoel, met deze persoon. Waarom ligt hier de zwaarde 3? Steenbok. We hebben sterk vissen energie met de gehangene. Zwaarden 3. De zwaarde 3 wordt verklaard door de aas van kelken. Een nieuw begin in liefde. En onder op het dek de zwaarde 7. Geheimen, dingen achterhouden. Iets doen in het geheim. Dus een cup van liefde wellicht aanbieden aan meerdere personen. Met die kelken 3. Ja, en weer een 3. Pentakels 3 nogmaals. Het kan zijn dat deze persoon samenwerkt met iemand. Steenbok. Of inderdaad een connectie zit, een relatie zit met iemand.
anders. Waarom ligt hier de pentakels 8? En nog een 8. Grote veranderingen. Karma. Dit kan ook weer te maken hebben met financiën, materialistische zaken. Dit is ja, snelle vooruitgang, een hele snelle energie. Berichten over en weer die er zullen volgen. Over een nieuw begin. Iemand wil werk stoppen. Iemand wil inderdaad tijd, energie stoppen. Iemand wil een nieuw avontuur aangaan. Maar de vraag is inderdaad... Is er sprake van een gelijkwaardig geven en nemen met die pentakel 6? Waarom ligt hier de staven 8? Ja, je bent wat afwachtend, defensief wellicht een beetje. De toren. Schorpioenenergie. Verklaart de staven 8. Onverwachte communicatie wellicht. Een onverwacht bericht wat er binnenkomt. Waarom ligt hier de toren voor Steenbok? De toren. En weer een 8. 8, 8, 8. De toren. Toren is een shake-up van het universum om inderdaad verandering te brengen in een situatie. En een situatie waarin je inderdaad geen duidelijkheid hebt, waarover je in je hoofd zit met een zwaarde 8, het gevoel hebt vast te zitten, een illusie. Het gaat erom om een keuze te kunnen maken. En die keuze staat voor ja, vooruitgang in een situatie en ergens tijd en energie in stoppen. Maar je zit erover in je hoofd, je gaat uit van het ergste. En ja, er gaat dus iets onverwachts plaatsvinden en dit kan communicatie tussen jullie beiden zijn. Over en weer worden er berichten uitgewisseld. We hebben hier de schildknaap van pentakels. Er is meer duidelijkheid nodig in een situatie. De schildknaap van pentakels kan staan voor scholing, dus leren over een bepaalde situatie. Je situatie tot in detail bekijken en ik heb het gevoel dat jullie daarover in je hoofd... heel erg in je hoofd zetten vooral. En allerlei doemscenario's ook voor jezelf voorbij zien komen. En je hebt, ja, je wordt daar onrustig van, gestrest van deze situatie. En er gaat dus verandering komen door communicatie. En het kan zijn dat je een aanbod krijgt. Het kan een klein bericht zijn met de schildknaap van pentakels. Het kan ook te maken hebben met kinderen die een rol spelen in deze connectie. Waardoor je inderdaad in je hoofd zit en geen keuze kunt maken hierover. Of de situatie niet helder ziet. Maar daar komt dus verandering in. Er komt communicatie. Onverwachts. Of in ieder geval een snelle verandering. Vooruitgang. Nog een kaart voor de staven 8. Staven 8. Staven 8. Kelke 2. Een wederzijds gevoel van liefde. Een sterke aantrekkingskracht. Een sterke band tussen twee personen met de kelke 2. Ja, het kan zijn dat iemand zijn emoties gaat uiten naar de ander toe. Wat voor jou geheel onverwachts komt. Iemand wil balans brengen in de situatie tussen jullie beiden. Onder op het dek. Een kaart van geduld. De kalmte bewaren. Want de staven 8 is een hele snelle energie. De boodschap is dus inderdaad, ben geduldig, doe het rustig aan, neem geen overhaaste beslissingen. En we hebben hier de aas van staven. Dus een nieuw begin wederom, iets ja, waar je hart sneller van gaat kloppen. Dit is iemand die ook heel veel passie
voelt. Maar hou inderdaad... mocht je een onderbuikgevoel hebben of bepaalde tekenen krijgen, houd het in de gaten. Kan iets zijn wat deze persoon gaat zeggen in een gesprek. Waardoor je ineens denkt van dit klopt niet. Waarom ligt hier de staven 7? Staven 7, dit is ook een kaart van grenzen aangeven. Staven 7. Ja, we hebben ramenergie met de keizer. Dus het kan iemand zijn die nogal autoritair overkomt. Iemand met een instelling van het is my way or the highway. Iemand die ja, heel controlerend overkomt, nogal koppig. En dit is ramenergie, maar ik heb ook altijd een... stierenergie wat ik hierbij voel bij de keizer. Dit kan een vaderfiguur zijn, dus je kunt te maken hebben met iemand die al kinderen heeft. Iemand die wat ouder is. Maar die op jou nogal onvolwassen wellicht overkomt. Deze persoon wil overkomen als iemand die heel stabiel is. Iemand die succesvol is. En wellicht heb je het gevoel dat het niet klopt. Met die schildknaap van pentakels. En de koning van pentakels. En hier de keizer. Dit kan ook jullie energie zijn. Je gaat in je kracht staan. En je gaat de leiding nemen. En dit is een kaart van actie. Waarom ligt hier die keizer? Dit kan ook een persoon zijn waar je gewoon heel duidelijk je grenzen moet aangeven. Omdat deze persoon anders over je heen walst. Waarom ligt hier de keizer? En dit kan iemand zijn die heel erg beschermend is. Zo van, je bent van mij. Overheersend. En dat geeft je misschien een verstikkend gevoel. En het kan komen doordat deze persoon iets zegt. Maar we hebben hier de kelken 2 en we hebben hier nu de keizerin. Dus dit kan wel een match zijn. Dit kan een soulmate zijn of een karmische soulmate wellicht. De keizer wordt verklaard door de keizerin. Deze persoon ziet jou. Plaatst jou als het ware op een voetstuk. Ziet jou als zijnde zeer onafhankelijk, zelfverzekerd... iemand met een groot hart, iemand die geliefd wordt door zijn omgeving. Iemand die zeker financieel stabiel is en goed voor zichzelf zorgt. Goed voor haar familie, voor haar omgeving kan zorgen. Er ook echt voor gaat. Wanneer je ergens voor gaat, dan ga je er ook voor de volle 100% voor. Je zorgt goed voor jezelf. Je kunt je een bepaalde mate van luxe permitteren. En je weet wat je waard bent. En deze persoon... die heeft misschien het gevoel, of ja, die wordt misschien wat geïntimideerd door jouw energie. En probeert daar tegenop te boksen met die staven 7. En dat kan ook andersom zijn, dus kijk hoe het resoneert. En dan hebben we hier de pentakels 4. Een kaart van vasthouden, niet los kunnen laten. Een kaart van financiële keuzes. Het oordeel. Waarom hebben we hier de pentakels 4? En dit heeft ook weer te maken met geven en nemen. Deze kaart wil eruit komen. Pentakels 4. Zwaarden 6. Je rug toekeren naar een bepaalde situatie. Ja, dit kan iemand zijn, steenbok uit het verleden. Waar een periode geen communicatie mee is geweest. Iemand die jullie connectie heeft beëindigd in het verleden. Die connectie kan beëindigd zijn door een derde partij. Wat kan zijn een derde persoon? Wat kan zijn
andere prioriteiten zoals werk, financiën. Maar deze persoon kan je niet loslaten. Houd je in de gaten met de schildknaap van zwaarden en dan gaat communicatie komen. Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden? Schildknaap van zwaarden. Schildknaap van zwaarden. De wereldkaart. Een gelukkig einde van een bepaalde situatie. Ja, deze persoon wil het verleden achter zich laten. En dit was ook de energie bij maagd, geloof ik. Het verleden achter laten en een nieuwe start maken. Deze persoon heeft het gevoel dat er sprake is van unfinished business. Er gaat communicatie binnenkomen via het internet, heb ik het gevoel. Wat kan komen als een torenmoment? Belangrijk is om inderdaad heel gedetailleerd te kijken naar wat deze persoon schrijft. En ik heb het gevoel dat jullie dat gaan doen. En inderdaad, in een bepaald bericht of wat je binnenkrijgt, staat iets waardoor je in dat gevoel van die zwaarder achter terechtkomt. Het heeft te maken met iets wat deze persoon schrijft of geschreven, een geschreven iets, een like, noem maar op. En het is ook belangrijk om inderdaad heel goed te kijken naar wat er precies staat, heb ik het gevoel, krijg ik door. Waarom ligt hier de wereldkaart voor Steenbok? Oh, en ik wou er een korte reading van maken, zoals altijd, maar dat lukt me dus nooit. Ja, de wereld. De wereld staat voor een gelukkig einde en een nieuw begin met nog meer geluk inderdaad. Het kan zijn dat deze persoon wil reizen met je. Of inderdaad, we hebben hier ook de honeymoon liggen. Genieten van tijd met elkaar. Dus wellicht wil je persoon een paar dagen ertussenuit om elkaar beter te leren kennen. Met de wereldkaart en de zwaarden 6. Dit kan ook staan voor verhuizen of reizen, die zwaarden 6. En daar kan dus communicatie over binnenkomen. En de zwaarde 10 verklaart de wereldkaart. Een pijnlijk einde. Maar dit is een 10, een einde en een nieuw begin. Waarom hier die zwaarde 10? Dan nog als laatste voor Steenbok. Zwaarde 10. Ja. Koningin van Staven. Kan een derde partij zijn waardoor de connectie in het verleden is beëindigd. Hoeft niet. Het kan dat deze persoon heel veel passie voor je voelt. En deze persoon wil een nieuw avontuur aangaan. Wil niet. Heeft het gevoel dat deze connectie niet ten einde is gekomen, wil een nieuwe start maken, wil het verleden achter zich laten met de zwaarde 10. Kijk, wil werken aan de toekomst. We hebben hier 11-11, staven 4 en dit is een kaart van wensvervulling en een relatie naar een volgend level tillen. En dit kan staan voor een verloving, voor een huwelijk. Deze persoon ziet jou ook als een, iemand om een gezin mee op te bouwen. Het kan zijn dat je al moeder bent, omdat we hier ook de keizerin hebben liggen, een moederlijke energie. Het kan zijn dat je persoon inderdaad kinderen heeft uit een huwelijk of een lange relatie. Jij kunt het gevoel hebben dat er iets niet klopt, dat deze persoon misschien nog steeds in een relatie zit of in een huwelijk zit en hieraan blijft vasthouden. En inderdaad wel heel veel passie voelt voor jou met die koningin van Staven onder de keizerin.
Ja, en deze persoon kan tegen jou zeggen dat hij of zij een bepaalde connectie heeft verlaten, maar je vertrouwt het niet. Je gaat op onderzoek uit. En we hebben hier die staven 10. Ja, deze persoon wil niet dat deze connectie beëindigt, maar ik heb het gevoel dat... ja, het kan zijn dat deze persoon van twee balletjes wil eten, om het zo te zeggen. En nogal impulsief kan zijn. Staven 4. Ja, deze persoon heeft misschien spijt van dingen die er gebeurd zijn in het verleden. Dit kan ook jouw energie zijn. Kelke 5. Focussen op alles wat er fout is gegaan. En daar nog aan blijven vasthouden. En ja, dit heeft te maken met een einde. En een nieuw begin. Een wedergeboorte. Transformatie. En dan hebben we hier een koning van kelken. Een hele liefdevolle koning. En de staven 3. Wachten tot je schepen binnenkomen. Ja, je gaat hier met je vrienden over praten. Waarom ligt hier de ridder van zwaarden? Oh, en ik blijf maar doorgaan. De ridder van zwaarden. Zwaarden 9 in je hoofd zitten, nachtmerries, slaaploze nachten hebben. De situatie overanalyseren en blijven denken, maar dit is iets wat voorbestemd is. Ook rond blijven draaien in een bepaalde cirkel. Het Rad van Fortuin. Dit is wel een hele positieve kaart. Met het Rad van Fortuin in de wereld hebben we stierenergie, leeuwenergie, waterman en schorpioen. Je hebt misschien het gevoel dat dit is een soulmate energie, maar er klopt iets niet. Ja, kijk. Deze persoon juggelt twee situaties of twee personen. Dus ik heb wel het gevoel dat je inderdaad je niet meteen ergens instort met die staven 7. Je gaat je grenzen aangeven naar deze persoon toe. Je bent nog wat afstandelijk. Je geeft jezelf niet meteen bloot. En je gaat pas stappen zetten als je inderdaad er ook van verzekerd bent dat de liefde wederzijds is. We hebben hier grote liefde, is het waard om de stappen te zetten waarna je geleid wordt als het ware. Maar we hebben ook let op die rode vlaggen. Dus inderdaad, ja, let op die rode vlaggen. Vertrouw op je intuïtie. Vertrouw op bepaalde tekenen die je krijgt. Dat is niet voor niets. En ik heb het gevoel dat er iets in een bericht kan binnenkomen. Waardoor je inderdaad ja, denkt, hey, dit klopt niet helemaal. Of er komt een bericht bedoeld voor iemand anders naar jou toe. In ieder geval iets met communicatie zie ik wel in de maand oktober. Waarover je inderdaad je bedenkingen zult hebben. Dus dit is wat ik voor jullie heb, Steenbok. Resoneert het? Geef me een like, abonneer je op mijn kanaal. Mocht je dat leuk vinden en er nog niet geabonneerd zijn, het is gratis. Druk op de bel, kunnen jullie zien wanneer ik een volgende reading post. En ik wens jullie heel veel succes in de maand oktober in liefde. En natuurlijk ook na de maand oktober. En hopelijk tot de volgende keer. Dag!